Over het spraakmakende interview dat hij had met Joran van der Sloot. De Gouden Kooi winnaar vertelt over de bijzondere vriendschap die hij in korte tijd heeft opgebouwd met Joran. En hoe hij hem zover heeft gekregen vrijwillig en op camera te praten over de verdwijning van Natalie Holloway. Er ging heel wat aan vooraf om Joran van der Sloot uiteindelijk aan de leugendetector te krijgen. Jaap en Joran leren elkaar kennen via Hives. Joran is een groot fan van Terror Jaap. Ik had een fanhive van de Gouden Kooi. En mijn maat die dat beheerde zei tegen mij: joh Jaap, je raadt nooit wie de lid is van jouw hives. Ik zeg: wie? Hij zegt: Joran. Ik zeg: Joran, ja, daag. Vanaf dat moment groeit het contact tussen Jaap en Joran. Het blijkt niet zo goed te gaan met Joran. Hij neemt Jaap in vertrouwen en de Gouden Kooi-winnaar staat daar niet afkeurend tegenover. Ik dacht van, joh, als ik jij nou help op dit moment, dat was dus al ruim voor uiteindelijk de leugendetectortest plaatsvond. Als ik jij nou help, you owe me. You owe me, mother. Maar dat heb ik heel slim gespeeld uiteindelijk. Uiteindelijk had ik hem dusdanig in de tang dat hij eigenlijk geen nee meer kon zeggen. Het gaat zelfs zover dat Jaap Joran uit de brand helpt als deze diep in de problemen zit. Joran had een hele grote gokschuld bij iemand waarbij je geen gokschuld wil hebben. Hij had mijn hulp nodig. Dus ik denk van, nou, als ik nu eventjes investeer of jou help, dan krijg ik meer grip op jou. Je gaat me meer vertrouwen en op een gegeven moment kan ik de vraag neerleggen van, joh, dit moeten we doen. En dat gebeurt. Jaap vraagt aan Joran of hij zich wil onderwerpen aan een leugendetectortest. Joran stemt in, maar als puntje bij paaltje komt, laat Joran het toch afweten. Ik had heel mijn productie voorbereid. Komt hij niet. Hij komt niet. Dus ik mail Joran. Ik zeg, joh, wat is dit nou? Ik heb allemaal productiekosten gemaakt. Jij zegt dat je onschuldig bent. Ik geef je het platform. En toch kwam hij niet. Dus ik zeg van, nou, Joran, jij weet wat ik van je weet. Jij weet wat ik van je heb. Als je me laat zitten en de afspraken breekt, dan kan ik niet anders dan een documentaire maken waarin naar voren komt hoe jij mij hebt opgelicht. Joran is onder de indruk van de argumenten van Jaap. Ja, zodoende popte ik die vraag. Nou, toen kwam die uiteindelijk. En heb ik het hier, ja, heb ik het kunnen voltooien. Did you cause the death of Natalie Holloway? Zometeen ziet u de beelden van de leugendetectortest die Joran van der Sloot onderging. Een feestje vandaag op Villa de Eikelhorst. Prins Willem-Alexander viert daar namelijk zijn 42e verjaardag. En dat zou volgens sommigen toch dé dag zijn waarop koningin Beatrix bekend zou maken dat ze zou aftreden. Maar de twijfel die groeit. Precies 42 jaar geleden barst er een groot feest los in ons land nadat prins Klaus de geboorte van Willem-Alexander aankondigt. Onze zoon, dat mag ik als trotse vader dit keer wel zeggen, is een prachtige baby. Hij werd geboren om 3 minuten voor 8.